Hey, hoi! Leuk dat jullie kijken. Ja, ik heb gewoon echt 1000 YouTube-followers gehaald. Ja, abonnees. Wat onwijs veel. Echt, wow! Ik kan het echt gewoon amper geloven. Zoveel. En toen ik begon met het maken van filmpjes en ik deed het gewoon omdat ik het wel leuk vond. En omdat er gewoon nog geen Nederlandse was die dat deed. En toen dacht ik, laat ik dat maar gewoon doen. En nu heb ik gewoon 1000 YouTube-abonnees. 1000! Wow! Echt, jongens, ik wil jullie heel erg bedanken. Want ja. Wow, ik krijg nooit zoveel abonnees. Zomaar, weet je. Dus ik wil jullie echt bedanken voor het kijken naar mijn filmpjes. Voor het kijken naar mijn livestreams. En voor de gezelligheid die me jullie ook altijd brengen bij livestreams. Niet dat ik ze nog al vaak gedaan heb. Maar degene die ik gedaan heb, vond ik heel erg leuk en gezellig. En nou ja, voor het kijken naar mijn filmpjes. En voor jullie reacties. Ik wil jullie gewoon echt allemaal bedanken. Want het is echt gewoon super tof dat jullie dat gewoon. Ja, dat jullie dat gewoon doen. En ik heb nu gewoon 1000 YouTube-abonnees. En ik vind het zo mega veel. Dat ik gewoon echt denk, wow, hoe kan het? Maar ja, schijnbaar vinden jullie het allemaal echt heel leuk. En dat vind ik heel leuk om te horen. Dus, ik heb natuurlijk een cadeautje voor jullie. Want ja, 1000 YouTube-abonnees. Daar hoort natuurlijk gewoon een cadeautje voor jullie bij. En ik dacht, ik kan jullie wel iets uit de Sims 3 Store geven of zo. Maar ik denk, ja, ik kan niet iedereen wat geven. Want ja, ik ben ook maar een studentje. En toen dacht ik, het is gewoon het leukste als ik iets maak voor jullie. En wat ik gewoon persoonlijk gemaakt heb. En wat ik gewoon ook leuk vind. En wat ik dan ook aan jullie kan geven. En nou, dat is een resort. Vooral als je het nog niet gezien had. Want jullie zien me al druk aan het bouwen. En het wordt een modern familieresort. Dus het is vooral geschikt ook voor kinderen. En voor peuters en kleuters kunnen ook mee. Maar het is wel modern, zeg maar. Dus dat Sims wel een beetje een modern resort hebben. En nou ja, ik ben ook al heel lang gevraagd of ik eens een bouwvideo wil doen. En ik heb er best wel lang over na moeten denken, eigenlijk. Want ik ben geen bouwer. Ik ben echt geen bouwer. Jongens, jullie gaan het ook zien in dit filmpje. Ik ben echt geen bouwer. Ik maak wat, ik verwijder het weer. En dan maak ik weer wat, en dan verwijder ik het weer. En ik maak dingen altijd veel te groot. En dan denk ik, oh, dit past niet. Dus ik doe het weer overnieuw. En zo gaat het altijd. Kijk maar heel mee. Want ik maak hier een heel mooi fitnesscentrumpje. Maar ik denk, wat moet ik met zo'n groot fitnesscentrum? Dus hoppa, weg ermee. En we bouwen hem klein. Kan ook prima. Dus ja, jullie zien vandaag het bouwproces. Dit is echt even een heel ander filmpje dan jullie van mij gewend zijn. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En vind je het nou niet leuk? Ja, dat kan, sorry. Maar ik ben gewoon echt geen bouwer. En voor een keer wou ik het wel proberen. De 1000 YouTube-abonnees heb ik gehad. Ik ben er vaker aan gevraagd. En ik dacht, oké. Ik ga het proberen. Dus ik had 3 uur aan materiaal voor jullie. Maar dat heb ik allemaal even samengevat in dikke 20 minuten. En heb je nou zoiets van, joh, hey, heel leuk dit. Maar ik hoef dit niet allemaal te zien. Dat kan, dan dat is niet erg. Scroll dan gewoon even door. Hè? Want aan het einde van het filmpje zie je gewoon de gameplay in het resort. Dus dat kan ook. Je hoeft niet alles te zien als je dat niet wil. Dan ga je gewoon even verder scrollen. Of je klikt het weg of iets. Maakt niet uit. Maar aan het einde van het filmpje zie je dus de gameplay in het resort. En nou, het wordt een groot resort. Ik heb hem gemaakt op een kavel van 64 keer 64. En ja, hoe heet het ook alweer? Parellaan of zo. Pareldiepte, iets in die richting heette de kavel. En ik neem mezelf voor mezelf altijd heel veel ruimte als ik ga bouwen. Want dat vind ik wel. Ja, vind ik belangrijk. Ik ben een grote bouwer. Ik maak altijd grote dingen. Of grote dingen. Ik bouw heel erg ruim.
En soms te ruim. Maar goed, ik hou van ruimte. Dus ik bouw altijd heel groot. Dus ik pak ook altijd de grootste kavels als ik iets wil bouwen. Want ik kan niet zoveel op die kleintjes. Ik kan er nooit zoveel mee. Dan heb ik op een of andere manier heb ik nooit plek of zo. Maar goed. We zijn hier dus, of je ziet me hier druk bezig met het bouwen van het resort. En ondertussen heb ik beneden heb ik de lobby al gedaan. En ik heb een fitnessruimte en nog wat andere dingetjes. En ik begin nu aan de bovenverdieping. En ik gebruik ook blauwdrukken. Want ja, ik ben niet zo'n supergoeie bouwer als Krielsim of als Dutch Sims Remaster of James van de Sims Supply. Ik ben daar gewoon niet goed in. En hoe mooi, supermooie dingen hun kunnen maken, dat kan ik gewoon niet. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik kan dat niet. Maar ik vind het wel leuk om een beetje te bouwen. Dus ik gebruik gewoon lekker de blauwdrukken. En die maak ik dan naar mijn eigen smaak en stijl. En je ziet me ook nog 100 keer veranderen. Want ik verander altijd alles 100 keer. Dat is gewoon ja, waar ik goed in ben, schijnbaar. Want ik ben nooit heel snel tevreden. En denk, oh nee, lelijk, overnieuw. Nou, en zo zijn we nog wel even bezig, zeg maar. Maar goed, ik heb dus een resort voor jullie gemaakt. En de downloadlink staat in de beschrijving. Down. Dus als je hem wil downloaden, moet je even in de beschrijving kijken. Want daar staat het in. Daar staat ook in waar ik dit mee opneem, waar ik dit mee bewerk. Staat allemaal in, jongens. Jullie vragen het me altijd. Maar jongens, het staat gewoon in de beschrijving. Het staat gewoon in de beschrijving. En ja. Ik hoop dat jullie dit gewoon een beetje leuk vinden om te zien. Ik doe het gewoon voor een keertje. Als het niet bevalt, dan valt het niet. Maakt niet uit. Kijk, hier verander ik de blauwdrukken weer naar mijn eigen smaak. En ja, daar ben ik gewoon lekker een beetje mee aan het klungelen. Al zeg ik het zelf. Jullie zien in dit filmpje ook nog echt heel veel dingen veranderen. En ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik de kleuren en zo, weet je, modern, ja, modern, je kan zoveel, modern, je kan zoveel. En ik wou eerst een heel kleurrijk iets doen, maar toen dacht ik, ja, weet je, er moeten ook volwassen Sims in zitten en niet alles is kleurrijk even leuk. Dus ik heb gewoon een beetje voor de donkere en lichte kleuren gekozen om het te combineren en dan met hout, want ik vind persoonlijk hout heel mooi. En de nieuwe ramen, deuren en zo die je bij Exotisch Eiland krijgt, die vind ik gewoon echt heel mooi. Dus dat paste allemaal heel mooi. En hier heb ik een balkon bij aangemaakt en ik wou er nog planten bij zetten, maar het zag er niet uit. Dus ik dacht, laat maar. Plantjes doen we gauw weer weg. En nou, overal lampen, want ik hou ervan als het licht is. En jullie zullen denken, hé, wat een rare lampen. Dat klopt, die zie je ook niet meer straks. Als je eenmaal in het resort speelt, dan zie je ze niet meer. En dit zijn van die speciale lampen. Die kan je krijgen door te cheaten. En nou, cheaten, jongens, jullie hebben mij daar ook al heel veel vragen over gesteld. Maar je kan het gewoon go op Google vinden. Je vindt het gewoon op Google. Je typt bij Google Sims 3 cheats in. En hoppa, je hebt verschillende fansites met hele lijsten. Wat gewoon staat, hoe je moet cheaten, welke cheat waarvoor is. Dus het staat gewoon allemaal op Google, jongens. Ik kan niet een filmpje gaan maken over cheats en zo. Dat, nou ja, het staat gewoon overal. Dus ik ga dat niet meer doen. En er zijn vast ook al genoeg filmpjes van gemaakt. Dus als je dat wil weten, wat vind je daar allemaal? Maar in elk geval, ik heb bij de Burg hiervoor genomen. Want daar vind je alle, hoe zeg je dat, verborgen voorwerpen. Bijvoorbeeld met de wereldavontuur heb je allemaal tombes en zo. Nou ja, die vind je dus allemaal in By the Book. En nou ja, andere dingen. En dus ook die lampen. En ik vind ze heel handig. Want soms dan vind je het niet nodig om ergens een lamp te hangen. En dan kan het dus wel. Dan heb je gewoon licht. Maar je ziet als je met de Sims speelt geen lamp. Nou, hartstikke handig toch? Nou ja, en omdat het dus ook een kinderresort wordt, vond ik het ook wel belangrijk dat er een speeltuintje was voor de kinderen buiten. En nou, die ga ik nu maken. En ik dacht met zand, sowieso met zand. Ik zelf speelde toen ik nog een kind was, klein was, zoveel jaar geleden. Ook heel graag in zand, kwam altijd thuis.
Zat ik altijd onder zand en modder. En mijn moeder die vond het nooit zo leuk. Ik was altijd echt zo aan het buiten spelen en aan het rafotten. En ja, ik kwam dus altijd onder zand thuis. Nou ja, en ik heb er één voor buiten. Maar we hebben ook peuters en kleuters. En ja, natuurlijk, ouders die vinden het ook wel even prettig als ze hun kind even ergens neer kunnen zetten. Waar ze gewoon veilig zijn en waar ze het naar hun zin hebben. En dan kunnen ze zelf even naar buiten. Even genieten van het weer, van het zwembad. Dus maak ik ook binnen een stuk waar de kids kunnen spelen met speelgoed en bedjes waar ze kunnen slapen. Dat het extra veilig voor ze is. Want ja, we willen natuurlijk niet dat een van de kids vermist wordt binnen de Sims. Nou zal het niet zo snel gebeuren. Maar dat wil je natuurlijk niet. Dus voor de kids allemaal leuke dingen. En oh, deze fontein. De Freezer Bunny. Ik ben echt dol op de Freezer Bunny. Echt, ik vind die zo ontzettend cool. Een Freezer Bunny. Echt, als er iets in de Sims is wat ik leuk vind, is dat echt. Het is echt die Freezer Bunny. En ik vind die fontein dan ook gewoon heel leuk, omdat hij op. Het lijkt een taart en dan bovenop de taart staat een Freezer Bunny. En oh, daarom vond ik het zo leuk. Dus die heb ik er ook bij geplaatst. Komt ook mee met het Katy Perry accessoirespakket. En nou ja, nu is het een beetje tijd om het resort ook wat voor de volwassenen te gaan inrichten. En daar ben ik best wel lang mee bezig geweest. Want ik heb heel veel dingen gemaakt, weer veranderd, gemaakt en weer veranderd, gemaakt en weer veranderd. En het zwembad bijvoorbeeld. Ik dacht, ja, hoe gaan we dat nou doen? Dus ik heb weer de blauwdrukken gebruikt. Maar al snel bouwde ik weer veel te groot. Dat gaan jullie zo ook wel zien. Hop. Zie je? Ik denk, nee, dit werkt niet. Overnieuw. Nou, gaan we nog een keer. Gelukkig heb je die blauwdrukken en kan je het zo weer wegleggen doen. En het paste niet meer. Dan dacht ik, nou, nou. Waarom past het niet? En dan pas ik het zwembad een beetje aan, weer naar eigen smaak. En ik plaats nog wat andere dingen. Fonteinen vond ik heel vet, dus die heb ik er ook bij geplaatst. Gewoon voor de leuk. En ik vind het zelf ook altijd leuk om naar fonteinen te kijken. En de Sims vinden dat vast ook leuk. En ik maak nog een lichtveldje van zand. Want als je gaat zwemmen, ik vind het altijd wel leuk als je dan ergens kan gaan liggen. En nou, daarom dus een lichtveldje. Alleen had ik al hier later besloten dat hij me veel te groot werd. Of ik veranderde het in elk geval nog wel een paar keer. Dit is in elk geval nog niet het eindresultaat. En ik plaats wat bloemen en planten en bomen, want dat brengt ook extra credits naar je resort toe. En het moet natuurlijk wel een 5-sterren resort worden. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En ik maak, zie ik wat foto's. Waarom ik dat gedaan heb, weet ik eigenlijk ook niet. Maar maakt niet uit. En oh, ik vind deze fruitstukken zo leuk. Ze komen bij Showtime. En ik heb de Katy Perry editie van Showtime. En daar komen dus die fruitstukken bij. En oh, ik vind ze zo erg zo leuk. Echt waar. Echt. Ze passen heel erg bij de Berry Sweet Sims. Weet je? Daar passen ze gewoon echt heel erg bij. En ik plaats nog meer van die fruitstukken. Maar let op, straks dan gooi ik het allemaal weer weg. Want ik vind het weer niet mooi. Nog even een paadje aanleggen, zodat het mooi met elkaar verbindt. En het is gewoon super handig als je gewoon even zo hup 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 tegels neerlegt. Je gaat met de terreinverf ga je er overheen en je doet het in één klap netjes. En zo ben ik nog een beetje aan het klooien met het zwembad. En toen dacht ik, weet je, ik ga ook nog even andere fonteinen erbij maken. Hey, leuk gedacht, dacht ik, maar ik vond het er niet uitzien. Dus die heb ik ook binnen no time weer verwijderd. Maar zoals jullie ook zien, ben ik best een chaotische bouwer. Ik ga van het een naar het andere. En dan later denk ik, oh ja, dit kan ook nog. Oh ja, dat kan ook nog. Oh ja, laat ik dit ook nog eens gaan doen. Oh, ik kan het zo wel neerzetten. En zo wel neerzetten. En zo wel neerzetten. En zo blijf ik altijd een beetje bezig. En aanpassen, 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 aanpassen. Ik ben niet zo snel tevreden erin, zeg maar. Ik wil het wel helemaal perfect hebben. En nou, dat duurt soms eventjes. Zoals jullie al eerder zei, ik ben hier helemaal niet tevreden over. Dus
we gooien de hele boel weer weg. Want ik bedacht me, ja, bij een 5-sterren resort, mensen moeten er ook kunnen trouwen natuurlijk. En we moeten natuurlijk een bar hebben waar ze lekker aan kunnen relaxen en kunnen drinken en met elkaar kunnen kletsen. Ja, daar had ik natuurlijk geen ruimte voor bedacht. Dus ik mijn mooie strandveldje aangepast. Ik denk, ja, zoveel lichtspullen hebben ze ook niet nodig. Ze kunnen ook wel een beetje meer wat minder. Dus heb ik dat allemaal weer weggehaald en aangepast naar... nou, hoe ik het leuk vond. En ik heb die leuke kerst er neergezet. En ik heb het zwembad ook nog even een ander kleurtje gegeven. Ik dacht, dat kan ook wel. En ik zette nog wat lampen neer en zo. Want ja, als je 's nachts gaat zwemmen, wil je ook wat zien. Het is niet zoveel aan als je in het donker moet zwemmen. Dus dat heb ik ook nog gedaan. En uiteindelijk verplaats ik de vuurloop weer helemaal die kant op. Want het is toch leuker daar. Ja, daar stond het goed. En ja, toen moest ik natuurlijk nog wel een trouwgedeelte en een loungegedeelte. Dus daar gaan we nu een beetje mee puzzelen. Ja, ik vind het allemaal niet... nee. Ja, ik bedacht me ineens dat ik hier nog ruimte over had. Ik dacht, weet je wat? We bouwen er gewoon een stuk bij aan. Waarom niet? Ik heb die barhouder ook wel weer verwijderd. En uiteindelijk daarvoor... Want die vond ik leuker en we hebben ook niet zo'n groot trouwgedeelte nodig. Kijk, hoppa. En wat paarden naar elkaar verbonden en een bankje neergezet. Lampjes. En zoals jullie nu zien, zo ziet het resort eruit als de Sims er mogen komen. En zoals jullie ook zien, speel ik hier met Strawberry. Die heb ik gemaakt in het vorige filmpje. Bij Creëer a Berry Sweet Sim. En nou ja, dit is dus Strawberry. En daar speel ik nu ook even mee. En als je het resort wil kopen, je sim, dan het kost wel heel veel geld. Ik heb op dit moment, als ik nu hier speel, heb ik hem ook niet laten kopen. Dus hij draait gewoon zonder dat een sim het beheert. En het enige nadeel daaraan is dat de... het buffet wordt niet gedaan. Dus je hebt geen eten. En dat is wel echt heel erg irritant. Dus dat op zich is het handiger als je een sim dit resort geeft. Want dan doet hij het gewoon, zeg maar. Dan heb je ook gewoon eten. Want nu verhongerden ze een beetje. Ja, ze kocht steeds ijsjes. Dat kan ook natuurlijk. Nou ja, en het is echt een kinder, maar ook voor volwassenen resort. Een beetje voor van alles en nog wat. Het heeft een beetje een moderne, maar wel leuke sfeer. En ja, voor ieder wat wils. En hier zie je ook lekker aan de bar. En check ook hoe die barkeeper dat doet allemaal. Ik vind het heel knap. Ik zou het niet kunnen. Ik zou alles laten vallen, denk ik. En ja, ze drinkt hier lekker haar drankje op. En nou ja, je kan golven. Een tafelstennistafel heb ik ergens neergezet. Wat hebben we? Een waterglijbaan is er. Nou, voor de kinderen een speeltuin. En ze kunnen dus zwemmen. En de vuurloop is er. En ze kunnen dus golven. En ik heb nog een voetbal. En ook nog een ander balletje. Van studententijd heb ik er ook neergelegd. En sproeien staat ook nog ergens. Dus er is echt genoeg te beleven hier in dit resort. En nou, dat moet ook, hè. Want als je Sims gaan op vakantie. Dus ja, dan is het natuurlijk wel leuk als ze veel kunnen doen. Ze kunnen ook nog een verfdouche nemen. En ik heb nog een bar buiten neergezet. En kijk, hier ligt dus een sim lekker te relaxen en een boekje te lezen. Dat kan ook allemaal. Dus ja, ik kies er alleen niet voor om op een mooie lichtveldje te gaan liggen. Maar nee, er ging zelfs één onder de trap liggen. Nou, dan laat ik jullie nu een beetje zien hoe het eruit ziet als je het speelt. Dus de kamers heb je hierboven. Zo ziet het resort er van bovenaf uit. En... boven heb je dus, en dan ga ik zo naartoe, de kamers. Dus je hebt de grote suite en een wat kleinere. Ze kunnen met z'n allen lekker gaan poelen. Nog wat losse kamers waar ze ook van een balkon kunnen genieten. En beneden, dit is dus het buffet. En er staat dus nu geen eten omdat ze kunnen kiezen buiten of binnen eten. De lobby, hier kunnen ze inchecken. En er staat eigenlijk niet zoveel bijzonders in. Maar hè, voor het idee en voor de leukheid. Ze kunnen zich
erin checken. Fitnessruimte dus. Met wc's en alles in één douches. Voor mannen en vrouwen. Ook niet onbelangrijk. Dan hebben we hier de speelruimte voor de kinderen. Voor de baby's. Die hier lekker kunnen slapen. En buiten dus ook nog koekjes kunnen bakken en kunnen hinkelen. De loungebar die 's avonds open is, maar ook overdag. En waar ze gewoon, waar volwassen sims lekker met z'n allen kunnen kletsen. Genieten van een drankje. Als ze geen zin hebben om naar het zwembad te gaan. En dan hebben we hier de karaoke gedeelte nog. Ik laat de Strawberry ook even zingen zo. Nou, hier kunnen sims gaan optreden. Dus als ze dat willen. Misschien kan er zelfs wel een simfest gegeven worden, weet ik niet. Maar in elk geval, er kan worden opgetreden en dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Nog een keer het eetgedeelte. En loopt de sim met een laptopje voor zaken natuurlijk langs. En nog een beetje een overview van de hele mikmak. En ja, ik hoop dat jullie het een leuk resort vinden. Dat jullie het een leuk cadeautje voor mij aan jullie vinden. En ja, laat het me weten in de reactie. En nogmaals wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van mijn filmpjes en voor de positieve reacties en zo die ik allemaal van jullie krijg. En dat geeft mij ook echt een positieve vibe om door te gaan met het maken van deze filmpjes. Dat vind ik gewoon echt super tof. Jullie zijn echt hartstikke leuk en gezellig. Ja, echt super leuk. Nooit verwacht dat ik zoveel abonnees zou gaan halen. Ik dacht gewoon, we maken een paar filmpjes en ik zie het wel. En ineens heb ik 1000 abonnees. En heel veel views. En dat is gewoon bizar. En voor een Nederlandse denk ik dat het best wel veel is. Ook al gewoon niet arrogant bedoeld of zo, want dat ben ik niet. Maar het is wel veel voor een Nederlandse YouTuber. En voor een simmer, want wow, als je kijkt naar de Amerikaanse, die hebben gewoon, dat is gewoon veel groter. Engels is heel breed. Nederlands is maar heel klein. In vergelijking. Dus wow, ik ben echt wow, gewoon. Echt wauw. Nooit gedacht dat ik dit zou gaan bereiken met mijn Sims filmpjes. Dus nogmaals 100.000 keer bedankt, jongens. Vergeet hem dus niet te downloaden. De link van de download staat onderin in de beschrijving. Dus klik, 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 klik. En download die app. En weet je wat ik nou leuk zou vinden? Als jullie mijn foto's van plaatsen van jullie Sims in dit resort. Dat lijkt me nog hartstikke leuk. En dat kan op mijn Facebookpagina. Daar kun je gewoon een foto naar me toe sturen. En misschien dat ik de leukste foto's nog wel een keertje uitlicht. Of op mijn blog of zo. Want ik vind dat echt super leuk. Dus nogmaals, onder in de beschrijving staat de downloadlink, staat mijn Facebookpagina en nog andere informatie die belangrijk is. En nu laat ik jullie nog even wat grappig zien. Want kijk, Strawberry heeft honger, gaat een ijsje eten. Maar waar doet ze dat? Gewoon in de trouwkapel. Hè, waarom ook niet? Er trouwt niemand, maar ik eet aan mijn ijsje. Ik vul hem wel heel maf. Nogmaals jongens, bedankt voor het kijken. Jullie zijn echt top. En vergeet niet te downloaden. Tot de volgende keer. Doei doei!